Oei, het is je boy QC. En we zijn hier weer met een nieuwe video. En jongens, ik zit er lekker in. Ik heb er vandaag zin in. Want vandaag gaan we reageren op iets waar we nog nooit op hebben gereageerd. Maar wat wel heerlijk is om te lezen. En ik heb het over de reacties van boze Facebookmoeders die ergens een commentje achterlaten. En we hebben al veel gereageerd, maar hier nog niet op. Dus ik kan niet wachten. En ik hoop dat jullie er zin in hebben. Let's go. Waarom ben ik nog steeds in beeld? Naar het volgende shot. Dank u zeer. We beginnen met de eerste reactie. En die is naar Lidl toe. Wordt de opblaas jacuzzi die jullie verkopen inclusief water geleverd? What the fuck? Maar weet je wat het is? Ik ben gewoon gelijk mindblown. Ik bedoel, we kennen allemaal de zwembaden die rond de zomerperiode bij Lidl komen te staan. Het ziet er heel mooi uit op de verpakking. En dan zie je zo'n zwembad met lekker water erin gevuld. Je ziet de speeltjes eromheen. Je ziet een tuintje. Maar goed, dat is demonstratie. Dat is van hoe het eruit kan zien. Maar nooit heb ik bij mezelf gedacht van, hey, zou daar water bij zitten? Hoe? Dat je bij de kassa komt en dan een bak water mee krijgt, ja. Aniek, die heeft paniek. Die heeft waarschijnlijk nog steeds geen antwoord op de vraag. Ik zou er niet op ingaan. Maar goed, het begint lekker, het begint lekker. En ze stuurt het ook om 7:45. Ja. Aniek, mooi. Voor jullie broodafdeling. De broodjes zijn al hard, omdat je thuis van je fiets kunnen jullie niet eens normale bakkers aannemen? Mijn hemel zeg. Ik kan iedere week de kettingzaag van zon halen of zo. Ja. Ik vind het wel, zeg maar, ik vind het echt zeuren op niks. Maar ik vind, zeg maar, de punchlines die ze erin verwerken, vind ik wel mooi. Die vind ik wel mooi. Zeg maar, van het fiets afstappen, de kettingzaag van zon pakken. Ja, ik hou daarvan. Doe er desnoods een vacuumzak omheen van mijn part. Ja, ja. Ik denk niet dat het zo heftig is, zeg maar. Misschien heb je ook gewoon harde broodjes besteld. Die zijn nou eenmaal hard. Maar goed, ja, misschien naar een andere winkel gaan. Ik weet het niet, maar je kan toch weinig, als je in de ochtend naar de bakker gaat, een bakker kan toch weinig verkeerd doen met de broodjes, denk ik dan bij mezelf. Maar goed, dan denk ik ook bij mezelf, klaag dan gewoon in de winkel. Waarom moet je dan eerst naar huis gaan en dan nog pas een grote bek hebben? Kunnen jullie ouzen... Zo, dat ging fout. Die keer het dia. Kunnen jullie alsjeblieft een keer ophouden met die brutale snotapen die je op straat voor de voeten lopen en zogenaamd gratis een krantje in je hand duwen? Ik lees al 30 jaar de Telegraaf en wens daar niet vanaf te stappen. Het is ontzettend hinderlijk en wanneer je zegt geen interesse en dan doorvragen op een vervelende, jengelde toon. Waarom dan niet, mevrouw? Mag ik alsjeblieft een keertje een beetje op mijn gemak boodschappen doen? Alsjeblieft, echt vreselijk. Ja. Ergens snap ik de frustratie wel. Ergens snap ik de frustratie. Weet je waar ik de frustratie mee heb? Echt oprecht. De postcode loterij. Luister. Mensen komen altijd naar je toe. Maar ja, hey, postcode loterij. Oké, één keertje was ik gewoon ingetrapt. Ik dacht, weet je wat? Hij had me zoveel FOMO ingeblazen door te zeggen. Maar ja, stel je voor, hij valt op je postcode. Je buren hebben het wel, jij niet. Ik denk ja. Dit mag niet gebeuren. Oké, ik heb de postcode loterij. Ik heb hem misschien al een jaar. Op een gegeven moment vergeet je het gewoon. Na een jaar of zo dacht ik bij mezelf, oh ja, ik heb nog steeds een lot op de postcode loterij. Laat me afbellen. Ik bel op. Ik zweer het, jongens. Die guy waarmee ik aan de telefoon was, hij wou niet opgeven. Ik zeg, yo, ik wil mijn abonnement opzeggen. Ja, maar stel je voor dat die wel valt. Weet je hoe vaak het is gebeurd dat iemand hem opzegt? Ik zeg, boeit mij niet. Zeg hem op. Die man gaf niet op. Misschien overdrijf ik met een half uur, maar zeker weten 15 minuten bleef die maar doorgaan over waarom ik het niet moest opzeggen. Op een gegeven moment, ik was het zat, ik heb gewoon de telefoon opgehangen. Ik was gewoon kwaad. En ja, hij heeft wel gewonnen, want ik heb het nog steeds niet opgezegd. Maar dat is helemaal kut. Ik weet niet of er veel meer mensen zijn met dezelfde ervaring. Maar als je ooit een postcode loterij hebt aangevraagd en je probeert het telefonisch af te zeggen, niet te doen. Het is gewoon niet te doen. Ze blijven gewoon lullen totdat je gewoon de telefoon ophangt. En ik kan waarschijnlijk niet de enige zijn. Maar goed, om terug te komen op het onderwerp. Dit is, ja, kan vervelend zijn, maar je kan ook gewoon even zeggen van, hé, geen interesse, gewoon doorlopen en het gewoon laten. Het wordt eens tijd dat jullie de toiletten op de begane grond gaan plaatsen. Denk eens aan al die arme ouderen die slechte benen zijn en de ontlasting niet meer goed kunnen inhouden. Moeten die dan maar laten lopen op die meterlange roltrappen van jullie? En dan nog iets, waarom geld betalen voor een natuurlijke basismoe? Voor mijn complete raadsel. Jacqueline. Ja. Jacqueline is het zat. Ja, kan je hierover klagen? Je kan ook een liftje pakken en meestal zitten ze op de eerste etage. Maar ik snap wel ergens dat je denkt, hey, het zou wel handig zijn als het toilet beneden zouden zijn. Maar dat je dan zo moet klagen. Dit op Facebook moet zetten. Dat je ook nog gaat praten over dat je ervoor moet betalen. Ja, ik weet het niet hoor, Jacqueline. Ik weet het niet. Je had je tijd ook anders kunnen spenderen. Maar goed, ik hoef sowieso niet in het openbaar. Ik ben koning geworden in het vasthouden, inhouden. Maar ja, wat moet je zeggen? Ik weet niet wat je ervan moet vinden. Dus we doen het wel. Hebben jullie de monturen ook los? Anders gaan we naar... Ja, sorry. Ja,
Ik kan zeggen, zeg maar, dat de oogsterkte hier niet het enige probleem is. De eieren, ja, hier ga ik goed op. Ria en Wim, ja, Ria en Wim zijn niet blij. Die gaan naar de eiwit, ik hoop dat ze hem kunnen vinden. Ik weet niet waar ze terecht gaan komen, maar dit is een andere eiwit. Dat vind ik mooi. Maar als je dan ook zo'n klacht hebt, hè, van ja, hebben jullie de montuur en anders gaan we naar een andere brillenzaak. Ja, ga dan gewoon naar die andere brillenzaak. Zeg maar, wat is het ding om zeg maar zo gefrustreerd op Facebook te zitten? Wat gaat er in je om dat zo'n Ria en een Wim? Zeg maar, wat is de bedoeling van Ria en Wim die dan vervolgens naar huis gaan en dan zo'n comment achterlaten op zo'n pagina van Pearl? Ja, je kan veel betere dingen doen op zo'n dag. Maar goed, dat ben ik. Oh, er is een klacht in de zin. In Leiden. Ik heb ook altijd het gevoel, als je naar een Zeedorf gaat, kan je winkel komen. Maar als je daar dan bent, dat je daar minstens 20 boze Facebookmoeders voorbij kunt lopen. Zo'n gevoel heb ik altijd. Oké, maar goed. Afgelopen zaterdag hebben wij een rieten stoel gekocht. Daar begint het al. Ik denk al dat ik weet wat heb. Ja, wacht, ik pak de rieten stoel er even bij. Het gaat waarschijnlijk om een stoel als dit. Ja, dit maakt het plaatje compleet, zeg maar. Dit is blijkbaar ook wat een boze Facebookmoeder aanschaft. Zo'n rieten stoel. Zeg maar, de starterspack begint compleet te raken. Maar goed, we gaan verder. Hij stond hartstikke mooi bij de planten en de beige gordijnen. Nu wil het euvel dat mijn man er doorheen is gezakt. Dat wil zeggen dat de rechte achterpoot door midden is geknapt. Wij vragen ons af hoe dit in zijn werk gaat met de garantie. Krijgen we een nieuwe stoel? Al dan niet een vergoeding. Bij voorbaat dak! Ja, er staat zo in hoofdletters. Die is boos. Ja. Zou het fabrieksfout zijn? Misschien heeft de man wat aardige kilootjes. Ik ben zelf ook door heel veel stoelen heen gestapt. Al moet ik zeggen dat die rieten stoelen wel verdomd sterk zijn. Als je niet op iemand zijn melk klettert, dan zit hij op de IC. Maar goed, ja, die is dus niet blij. Alleen nu moeten we weten wat de oorzaak is. En wat ik me ook afvraag, wil de nieuwe stoel al dan niet een vergoeding? Wil ze dan een nieuwe stoel en een vergoeding of een van de twee? In ieder geval wat ik wel weet, bij voorbaat dank! We gaan door. De volgende. De woeste deurmatten zijn mooi, goedkoop. Maar er komen ontzettend veel ruwe tafels vanaf. Ik weet niet hoe het juiste woord is, maar het zijn die harde haartjes waarvan de mat gemaakt is. Ja, dat is meestal bij een mat. De hele gang ligt ermee bezijd. Is er misschien een oplossing of een goedje tegen? Want de poes gaat erop graven en vervolgens overheen poepen. Ja, die heeft gewoon een nieuwe kattenbak aangeschaft. Ja, want ja, je koopt een deurmat. Wat verwacht je dat een deurmat zacht is? Een deurmat is altijd hard, denk ik. Ja, dat is ook om je schoenen te vegen en alles erop en eraan. En zeg maar Blokker. Nu voor zo'n besef, Blokker heeft er niks mee te maken dat je kat erop zit te schijten. Ja. Dan zeg je eigen probleem. Dan moet je je kat beter opvoeden. De tering. Oh, we hebben een keer naar nieuwe pizza hoor. Wij willen graag de margarita en 4 soorten kaas. Hoe laat is het er? Jullie komen toch niet echt uit. Ja, dit is de beste tot nu toe. Ah, dit kan niet serieus zijn. Ten eerste doet ze al een bestelling via de New York Pizza pagina op Facebook. Dat is al apart. Dat doe je meestal op de site of op bijvoorbeeld een thuisbezorg. Maar vervolgens dan ook zeggen van, hey, hoe laat is het er? En komt het niet echt uit New York? Ja, die Hans en Freya, die hebben geen zicht op de realiteit. Die zijn het kwijt. In principe is dit niet echt een boze reactie. Het is meer gewoon een vraag. Maar ja, ongelooflijk. Dit vond ik mooi. De kerstkrantjes waren vorig jaar beter. Andere fabriekant. Die spikkels blijven tussen die kiezen zitten. En ze kruimelen bij iedere hand. Ja, Miranda. Het is een koekie. Wat verwacht je anders van een koekie? Oh, man. Als je zo'n koekje koopt met spikkels, ja, dan snap je toch dat het tussen je mel gaat zitten. Maar goed, ze kruimelen bij iedere hap. De kruimeldief draait overuren. Hopelijk volgend jaar weer beter. Ja, dit is weer zo'n boze Facebookmoeder. Ja, ik snap het niet. De spikkels blijven tussen je kist zitten. Ja, dat is bijna hetzelfde alsof je zegt van ja, ik dronk laatst water. Mijn mond werd nat. Ja, dat werkt toch niet. Ach, man. Hopelijk volgend jaar beter. Ja, ik hoop het ook voor je, Miranda. Ik hoop het ook. Volgens de folder zouden de Senseo-pets 4,99 zijn. 5 zakken gekocht. En tot mijn verbazing kon ik bij de kassa 25 euro afrekenen in plaats van 24,50. Ja, dit is... Ik wil niet zeggen dat dit, zeg maar, elke corrie zo is. Er zullen vast ook heel veel gulle corrie zijn. Dus voor iedereen die een tante, moeder, oma heet, corrie heet, los naar jullie. Maar zo'n naam als corrie past wel heel goed bij het feit wat hier... Maar de naam corrie past wel heel goed bij de situatie die hier afspeelt. Je moet, ja, 5 cent meer betalen. Ja, dat is heftig. Dat kan niet. Die korting is er toch niks voor niks, lijkt mij. Mijn man haalt ze wel weer bij de vliegtuig. Een fijne dag gewenst. Ja, Corrie is boos op 5 cent. Dit is ongelooflijk. Oh,
Zou het dan bij sommige mensen echt werken dat als ze zeg maar zien, hè, in plaats van 5 euro 99 cent, dat ze denken, oh ja, mooi, toch weer een 5 cent, Henk? Ja, ik weet het niet. Dit is heftig, dit is heftig. Nou, de koptelefoon was natuurlijk al af, we hadden geen geluid nodig voor deze video. Maar ik hoop wel dat jullie hebben genoten van de video, dus als dat zo is, vergeet dan niet te liken, te subscriben. Bedankt weer voor het kijken, tot de volgende. Ik hou van jullie later. Ja!